Goedemiddag, dames en heren, en welkom in het Europees Parlement. Vandaag hebben we de heer Henk van de Graaf te gast. Henk is uit zijn thuisland Zuid-Afrika naar hier gekomen om een conferentie te geven over de plaasmoorden, de gruwelijke moorden op blanke Afrikaanse boeren. De conferentie werd georganiseerd door Vlaams Belang Europees Parlementslid Philippe Claes, hier ook bij ons te gast vandaag. Heren, welkom. Henk, hoeveel van deze gruwelijke plaatsmoorden, want plaas dat is Afrikaans voor boerderij, vinden er jaarlijks plaats? En wie zijn de daders en waarom doen mensen zoiets? Waarom doen mensen die moorden? Hoeveel er jaarlijks plaatsvinden, dat wisselt. Het ene jaar is het wat meer dan het andere jaar. Al wat wij weten volgens de statistiek die wij bij onze Landbouwunie, bij TLU Zuid-Afrika hebben, is dat er sinds 1990 tot nu toe 1554 boeren op hun boerderijen vermoord zijn. 2012 is een heel zwart jaar voor ons, waar wij in januari 2011 één plaasmoord gezien hebben op de boerderijen. Staan we nu voor januari al op 6 plaasmoorden die plaatsgevonden zijn. Dus dat is meer dan één boer per week dat vermoord wordt. Waarom dat gebeurt, dat weten we niet. Dat zouden we ook graag willen weten. Wij vragen voor de Zuid-Afrikaanse regering dat er een speciale onderzoekeenheid moet wezen om dit te onderzoeken. Wij zijn er eigenlijk van overtuigd dat er hier sprake is van een genocide, van een volksmoord. En dat de eigenlijke reden is dat erachter zit. Plaasmoorden, dat wekt de aandacht. Maar er zijn ook veel Afrikaners die buiten de boerderijen zijn, die dus in de steden wonen. En daar zijn er voor januari zijn er al 16 Afrikaners die zijn vermoord. Dus die moorden op onze mensen, dat strekt wijer als die plaasmoorden. Ja, en ik kan mij ook inbeelden dat het verschrikkelijk moet zijn voor de getroffen families als zij met zulke moorden worden geconfronteerd. Worden zij ook op enige manier opgevangen door de overheid? Krijgen zij dan psychologische of materiële bijstand? Van de overheid geen bijstand. Wij hebben wel een redelijke socialistische staat tegenwoordig. Maar dat is alleen voor hun eigen mensen, de zogenaamde voorheen benadeelden. Ja, zo'n plaasmoord is erg traumatisch. Als een boer vermoord wordt, de moorden die zijn dikwijls gruwelijk. Er is sprake van marteling. Mensen worden urenlang gemarteld. De boer wordt gemarteld voordat hij vermoord wordt. Zijn vrouw, kinderen moeten dat toezien, die worden zelf gemarteld. Economisch natuurlijk een geweldige impact dat erop is. Die mensen die willen zo gauw als mogelijk van die boerderij weggaan. Je hebt daar net slechte herinneringen van. Het duurt soms tot 8 jaar voordat die boerderij weer economisch aan de gang is. Wij van onze Landbouwunie van TLU Zuid-Afrika hebben wij dus wel een traumafonds dat wij de mensen dus bijstaan om hen te kunnen verwijzen naar psychologen en die mensen om hen die trauma te leren verwerken. Maar je verwerkt het nooit. Ja, want als ik zo die beschrijving hoor van deze plaatsmoorden, dan kan ik mij ook niet van de indruk ontdoen dat het eigenlijk gaat om een genocide. U haalde het zelf ook al aan. Ja. Denken officiële instanties er ook zo over? Wij zijn verschillende instanties in Zuid-Afrika die daar van overtuigd zijn. Onze Landbouwunie, de TLU Zuid-Afrika, definitief. Wij hebben al een aantal jaren geleden gezegd dat het gaat hier om een volksmoord. Intussen zijn er dan ook wel andere organisaties die ondersteunen ons. En er is dan ook inmiddels wel een klacht van genocide ingediend bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag. Dat wordt nu onderzocht, dus ja, wij hopen dat daar iets positiefs uitkomt. Ja, want dat was ook een andere vraag, hè. Wat jullie ooit overwogen hebben om naar internationale gerechtshoven en dergelijke te stappen. Want ik kan me indenken dat zij misschien eventueel wel zaken Kijk, kunnen... De internationale weg is natuurlijk altijd de laatste weg waar je kan komen. Je moet eerst je eigen remedies die moet je uitputten. Dus wij zijn in Zuid-Afrika al bij verschillende hofzaken geweest, ja, waar er... aanhitsing is, we zitten met de ANC Jeugdliga, die gooit slagspreuken naar voren zoals one settler, one bullet en kill the boer, kill the farmer en shoot the boer because they are rapists. En er wordt gepraat van een economische revolutie. Nou, een hele aantal van deze slogans, van die slagspreuken, die hebben wij dus al naar ons gelijkheidshof genomen. Dat is het hoogste hof dat dit kan berechten. Die heeft dan inderdaad ook bevonden dat dit wel haatspraak is. Maar het gaat gewoon voort. En het interessante is dat het ANC, dat is juist de partij, de ANC-regering, is juist de partij die in hoger beroep gaat tegen deze uitspraken. Dus zij ondersteunen deze uitspraken die daar zijn. En daarom hebben wij dus geen andere keuze als dan ook de internationale weg op te gaan, nadat wij plaatselijk gedaan hebben wat wij konden.
En wat gebeurt er vanuit Afrikanervolk om deze gruwelijkheden aan te kaarten? Zijn er ook bijvoorbeeld politieke partijen of politieke groeperingen die eigenlijk die gruwelijkheden ook aankaarten vanuit dan de Afrikanerbeweging? Onze politiek is natuurlijk heel wat meer ingewikkeld geworden na 1994, omdat democratie werd traditioneel altijd gedefinieerd als de keuze van het volk. En wij zitten met 15 volken in Zuid-Afrika, dus daar is geen keuze van het volk, daar is de keuze van de massa. De stemmen zijn vooruit geteld, dus wij zien dat daar meer belangengroepen naar voren komen dan de politieke partijen, omdat die eigenlijk niet veel meer kunnen doen binnen het bestaande politieke bestel. Daarom dat bijvoorbeeld een landbouworganisatie zoals TLU Zuid-Afrika, die voor de landbouwers naar voren treedt, die heeft nog bepaalde successen. Cultuurorganisaties zoals de Verkennersbeweging. Wij hebben sinds verleden jaar hebben wij ook weer een eigen volksraad die democratisch verkozen is. Met de bedoeling om dan ook weer ons eigen volksvrijheid te krijgen. Dat gebeurt buiten het parlementaire systeem. Maar er is definitief wel een opleving van het nationalisme. Maar dat gebeurt buiten het bestaande partijpolitieke systeem, zoals men dat natuurlijk wereldwijd kent. Het is voor de eerst in de wereldgeschiedenis dat een beschaafd volk op die manier onderdrukt wordt, zoals wat het Afrikanenvolk onderdrukt wordt. Helaas hebben wij geen geschiedenisboeken die we even open kunnen maken en door kunnen bladeren en zeggen, wij moeten op die of die manier gaan. Wij moeten eigenlijk geschiedenis beginnen te herschrijven en herscheppen. En daar zijn we dan ook mee bezig. Filip, hoe kan in het Europees Parlement actie worden ondernomen om deze gruwelijke plaatsmoorden op de Europese politieke agenda te zetten? Ja, ik denk dat wij in deze plaats moeten de mensen zoveel mogelijk bewust maken van het probleem zoals het bestaat in Zuid-Afrika. Omdat er gezwegen wordt. Het probleem wordt helemaal doodgezwegen. En daarom hebben we ook vandaag die conferentie hier georganiseerd, die tamelijk succesvol was, waar Henk van der Graaf een indrukwekkende getuigenis heeft gebracht over de situatie in Zuid-Afrika. Op die conferentie waren collega's van verschillende lidstaten aanwezig en ook hun medewerkers. Dus dit is een begin. Die conferentie was eigenlijk ook bedoeld ter ondersteuning van een schriftelijke verklaring, dus een motie die het Vlaams Belang heeft ingediend in het Europees Parlement samen met de Oostenrijkse FPÖ en de Italiaanse Lega Nord, waar wij de hoogvertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de Europese Unie, mevrouw Catherine Ashton, waar wij die oproepen om naar de Zuid-Afrikaanse regering te trekken en daar het probleem aan te kaarten van die moordpartijen op blanke boeren. Misschien zal het wel niet zo ver komen dat wij de meerderheid talen van de parlementsleden die zullen ondertekenen. Maar we zullen in elk geval de motie met de ondertekenaars ook opsturen naar Catherine Ashton. Wij vragen dat zij dus tussenkomt bij de Zuid-Afrikaanse regering. En in eerste instantie, als dit niets oplevert, dan zal de Europese Unie moeten sancties afkondigen tegen het regime in Zuid-Afrika, zolang die problemen blijven bestaan. En wat wij dus in eerste instantie moeten doen, is het stilzwijgen doorbreken, omdat het eigenlijk wel schandalig is dat we moeten vaststellen dat het Europees Parlement ook meestal terecht mensenrechtenproblemen aankaart in de rest van de wereld, maar een Oost-Indisch stom blijft en doof blijft voor de problemen die zich voordoen in Zuid-Afrika en dan nog wel met een verwant volk zoals de boeren, de Afrikaners, die verwant zijn met ons Vlamingen en ook met vele andere Europeanen. Dus daar moet zo snel mogelijk een einde aan komen. Heren, dankjewel voor dit gesprek en ik hoop dat er heel snel een einde komt aan deze gruwelijke slachtpartijen.